allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Monochromatic Games. Vandaag willen we het gaan hebben over de beta van Halo 5. De afgelopen weekend hebben wij de mogelijkheid gehad om de beta te kunnen spelen voor ongeveer 2 dagen. En we willen graag wat informatie en wat gameplaybeelden met jullie delen. De volledige beta begint waarschijnlijk vanaf 29 december voor iedereen die de hele Master Chief Collection heeft gekocht. Maar wij willen jullie vast een sneak peek gaan geven van 2 van de maps die jullie waarschijnlijk zullen gaan spelen op het moment dat de beta uitkomt. Round 1. Put him down once and for all. First strike. It's not just about the new abilities. Perfect kill. It's not just about the new weapons either. Hail Mary. Or about the new maps. Power player. It's not even just about winning. Yeah, it is. It's all about winning. Extermination. Killing spree. Unfriggin' believable. De multiplayer beta heeft de beschikking gehad tot 2 maps op dit moment. Empire en wat je nu ziet is de Empire map, wat eigenlijk een soort van industrieel gebied is binnenin een stad. De enige gameplay mode die beschikbaar was, was de type Slinger. Dat daar gewoon neerkomt op 4 tegen 4, een kleine map van elkaar doodmaken, maps beheersen, goed samenwerken om zo samen tot 50 punten te komen, 50 kills te komen. 12 minuten per klok, dat betekent dat als je na 12 minuten er geen winnaar is geworden, dan wint de persoon of het team met de meeste kills op dat moment. Er zijn 5 wapens beschikbaar: de Magnum, de Assault Rifle, de Battle Rifle, de DMR en de Sniper Rifle. Sniper Rifle zit op een fixed timer. Er is een announcer die zegt wanneer de Sniper Rifle gaat spannen. En allebei de teams kunnen dan richting de Sniper Rifle gaan om te veroveren en in het team te houden. En zodoende de map eigenlijk gewoon te domineren. Nou, eigenlijk alles wat we kennen van Halo zit erin. De sprint van Halo 4 zit helaas ook weer erin. Ik moet zeggen dat het op zich, het zit erin. Het is eigenlijk in combat, is dus maar het is wel handig om van de ene plek naar de andere plek snel te komen op het moment dat het nodig is. Afgezien van dat heb je nu een nieuwe thrust ability. En de knop kan je verschillende richtingen uitgaan. Daar zit een cooldown op. Zo. Je kan niet spammen. Het is vergelijkbaar met de thrust die je had in Call of Duty Advanced Warfare. Dat voegt wat meer dingen toe aan de ability die je hebt in de game. Dat helpt echt wel weer wat de gameplay mechanics. De core gameplay mechanics van Halo zitten er gewoon echt gewoon weer in. En het is echt weer al een awesome van ouds. De tweede map die beschikbaar was voor de beta van Halo 5 was het Level of Truth. Wat eigenlijk gewoon een remake is van het level Midship van Halo 2. Dus de meeste Halo spelers kennen het level uiteraard wel. Het is een grote rondkamer met verschillende verdiepingen waar je naar boven en naar beneden kan gaan. De verschillende kleinere kamers hebben ook weer verschillende access points. Je kan met de trap naar boven gaan, je kan door een gat naar boven boosten. Dat is eigenlijk nooit echt een veilige plek. Wat eigenlijk perfect maakt voor een 4 tegen 4 gevecht als in de Slayer mode die we konden spelen in de beta. Er zijn wat kleine tweaks toegepast op deze map. De brug is wat langer, maar over het algemeen is de essentie van Midship is eigenlijk gewoon intact gehouden. Het speelt eigenlijk niet zoals we kennen. Met de nieuwe gameplay mechanics die erin zitten, was het echt alweer een leuke map om weer opnieuw te spelen in Halo 5. Al met al moet ik zeggen dat ik behoorlijk positief verrast ben over de beta van Halo 5. Toegeven, het was een vrij kleine beta, 2 maps, 1 gameplay mode, 5 wapens. Maar de core gameplay van Halo voelt echt heel erg goed aan op dit moment. Na Halo 4, wat eigenlijk gewoon echt een hele grote teleurstelling was voor ontzettend veel Halo fans, heeft 343 Industries behoorlijk wat te bewijzen met Halo 5. En dit is absoluut een stap in de goede richting voor iedereen die een Halo fan is. Het speelt lekker, de wapens op dit punt in de beta voelen erg gebalanceerd aan.
Er zijn niet echt uitschieters bij die echt verschrikkelijk broken zijn. Er zitten wat bugs in uiteraard, maar goed, dat is beta, dus dat kan je wel verwachten. En ik moet zeggen dat ja, op graphics gebied kan het nog wel enorm verbeterd worden. Maar goed, voor een game die waarschijnlijk pas volgend jaar uitkomt, ga ik er absoluut wel vanuit dat dat zeker verbeterd gaat worden. Dus ja, 29 december begint de beta voor de mensen die de Halo Master Chief Collection hebben aangeschaft. Dat zullen meer maps zijn en ook wat meer gameplay modes. En ja, goed, we hopen dan een nog beter beeld te krijgen van hoe de multiplayer ervaring van Halo 5 uiteindelijk uit gaat pakken. Ja, zoals ik al zei, we zijn erg positief erover. En ja, we hopen echt dat, dat Halo weer echt gewoon naar de top van het shooter genre kan gaan. Want ja, Halo 4 heeft dat niet waargemaakt. En ja, goed, we hopen dat, dat 343 Industries de lessen heeft geleerd. En ja, heel hard terugkomt met Halo 5. Dus we zijn benieuwd. En we hopen jullie tegen te komen in de Halo 5 beta als die begint op 29 december. En ja, ik ben niet zo heel erg goed, dus waarschijnlijk zou je wel winnen, maar we zien je dan. Gain the lead. Nice takedown, Spartan.